In deze video gaan we kijken naar de bedrijven Tesla en Nio om een wat beter beeld te krijgen van deze bedrijven. Dus wat is de geschiedenis van deze bedrijven? Hoe zit het met de productieaantallen? Wat zijn de verschillen? Wat kunnen we misschien wel een beetje verwachten van de toekomst? En hoe ziet de koers eruit? En wat denken analisten zonder echt specifiek. Een echte vergelijking te maken met wat is het beste aandeel om dan nu in te investeren of misschien in de toekomst te investeren. Het is juist zo dat deze video hoop ik in ieder geval jou gaat helpen om zelf een beter beeld te krijgen van NIO of van Tesla. Misschien heb je al een beeld ervan, misschien ben je juist wel helemaal nieuw. En heb je in ieder geval een idee van Waar de overeenkomsten zitten of waar juist de verschillen zitten tussen deze bedrijven. Zodat je uiteindelijk een beter perspectief hebt van deze bedrijven. En dus ook een betere beslissing kunt nemen. Dat gezegd hebbende, laten we gaan kijken naar de vergelijking en de overeenkomsten. En de verschillen tussen Tesla aan de ene kant. En Nio aan de andere kant. En dus beginnen met deze video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, waarin we vandaag dus een vergelijking gaan maken of gaan kijken naar twee bedrijven. Aan de ene kant Tesla en aan de andere kant NIO. En dat gaan we doen op een iets andere manier. Ik heb een soort van presentatie gemaakt, verschillende dia's die ik door wil lopen. En op deze manier heb ik ook alle informatie uh, die ik wil vertellen komt voorbij. Uh, zeg ik het op de juiste manier. Um, ik heb het best wel redelijk goed voorbereid, denk ik in ieder geval. Mocht dat nou niet zo zijn, mocht je nog opmerkingen hebben, uh, suggesties, noem het dan maar op, laat dat weten in de reacties onder de video. En het is nu op het moment dat ik deze opneem, 12 januari 2021. Dus we hebben Neo Day al gehad dit jaar en dus eigenlijk de laatste stand van zaken en altijd interessant om vanuit hier weer verder te kijken. Nou, laten we dan beginnen met eerst een korte blik naar de beide bedrijven. Mocht je helemaal nieuw zijn en nog nooit specifiek hebben gekeken naar een bedrijf. Ten eerste de website van Tesla. Dit is de homepage van de Amerikaanse site. En als we gaan kijken naar de geschiedenis van Tesla. Is het opgericht in 2003. Dat is al best wel een tijdje geleden dus. Uh, niet door Elon Musk, wat de meeste mensen denken. Want het is juist pas in 2004 dat Elon Musk uh, een ja, eerste investering deed in het bedrijf. Elon Musk had toen juist geld verdiend. met, ik geloof, uh, wat toen PayPal werd. Uh, een gedeelte daarvan heeft hij dus geïnvesteerd in dat bedrijf, in Tesla. En in 2008 uh, investeerde hij nog veel meer geld en heeft hij ook de toenmalige directeur of CEO weggestuurd, uitgekocht. Ik weet niet precies hoe het ging, maar in ieder geval sinds 2008 is Elon Musk dus pas CEO. Sinds 2013 zijn ze beursgenoteerd en juist vorige maand zijn ze ook echt opgenomen in de S&P 500, oftewel de lijst van 500 grootste bedrijven van Amerika. Uh, best wel een grote impact voor de koers. Want dat zijn natuurlijk ja, de lijsten die de meeste beleggers volgen. Of in ieder geval wordt nog eens extra uitgelegd. En wat wel belangrijk is, omdat we dadelijk naar NIO gaan kijken, wat vooral Chinees is. Tesla heeft sinds december 2019 eigenlijk de Gigafactory in Shanghai. Uh, ja, waar dus vooral uh, Tesla's voor de Chinese markt van de band rollen. Ik geloof zelfs inmiddels ook voor Europa. Uh, de productie is ongeveer nu 250.000 stuks per jaar. Maar op lange termijn zou alleen uit die fabriek al 500.000 auto's per jaar moeten komen. En 500.000 is ook het aantal auto's wat Tesla vorig jaar heeft geleverd in 2020. Net geen 500.000, trouwens 5, 450 of zo tekort. Maar laten we afgerond zeggen: 500.000 dat was ook het doel van Tesla. Voor 2020 en zelfs nog voor corona, dus zelfs of ondanks corona, moeten we zeggen, hebben ze toch dat doel weten te bereiken. Belangrijke modellen van Tesla zijn natuurlijk de Model S, die alweer uit 2012 komt, de Model 3, die sinds 2017 te koop is, en de Model Y, die sinds vorig jaar te koop is. En als we gaan kijken naar de website van Tesla, zijn eigenlijk ja, twee grote categorieën waar we het in kunnen delen. Aan de ene kant elektrische auto's, dus zoals gezegd. Die Model S, 3, X, Y, binnenkort dus de Semi, de Cybertruck, de Roadster, dat soort producten die nog komen gaan, die al wel aangekondigd zijn. En een tweede hele grote groep, maar wel heel veel mensen testen, eigenlijk volgens mij niet als zien, uh, zijn juist die energieproducten. Het Solarroof, uh, dat zien we hier niet, maar dat is zeg maar zonnepanelen verwerkt in een dakpan. Uh, zonnepanelen die zien we hier wel op deze afbeelding de powerwall dat is die accupakket aan de zijkant van dit huis of de grote variant de powerpack die eigenlijk gewoon in het elektriciteitsnet zitten van de overheid gaan we dan door naar Nio uh, dit is de website van Nio met hun meest recente model dat een paar dagen geleden is aangekondigd het eerste grote sedan van het merk want ze hebben vooral SUV's tot op dit moment kijken we naar de geschiedenis van Nio Pas een paar jaar geleden bijna opgericht, zou je kunnen zeggen. 2014 is het pas opgericht. Uh, vrij snel werd er al geïnvesteerd door bedrijven als Tencent, Baidu, Sequoia en Lenovo. En trouwens, Tencent is ook 5% eigenaar van Tesla. De leveringen van hun eerste auto, de IS8, zijn eigenlijk begonnen in 2018. En begin vorig jaar zijn ze zelf nog geholpen door de overheid. Er is nog een bailout geweest, te waarde van 1,4 miljard. Juist omdat uh, Nio heel veel moeite had hun auto's te verkopen. Uh, ja, ook na de rand kwam corona, dus het was gewoon een heel erg lastige tijd. En dat is eigenlijk best wel raar om te zien dat het vorig jaar nog geholpen moest worden voor miljarden. En de afgelopen maanden dus ze makkelijk miljarden ophalen. En het vijfde autobedrijf ter wereld zijn wat betreft waardering. Dus het kan nooit snel gaan. Kijken we dan trouwens links naar de leveringen van 2020. Uh, hebben ze toch 44.000 auto's weten af te leveren? Dus de problemen die ze eerder hadden, daar zijn ze nu al overheen lijkt het. En sinds eind vorig jaar hebben ze ook wat ze noemen battery as a service. En daar gaan we straks iets verder naar kijken. Uh, maar op die manier, uh, een onderdeel van Nio van die auto is dat de mogelijkheid er is om je accupakket of je accu eigenlijk om te wisselen. Dat je snel een ander accupakket erin kunt hangen. En op die manier, dus of bijgetankt bent of een tijdelijk groter accupakket erin hangt, omdat je bijvoorbeeld op vakantie gaat, meer kilometers gaat rijden. En waar Tesla dus eigenlijk twee categorieën had, heeft NIO er maar eigenlijk maar één: dat zijn gewoon de elektrische auto's, dat is die ET7, die er nu is, de EC6, ES8 en ES6. Um, dat zijn dus wat, ja, vooral gericht op de Chinese markt, wat grotere auto's, wat SUV's. En dat is eigenlijk ook waar we ons op willen gaan focussen in deze video. Omdat de auto's juist hetgene zijn waar beide bedrijven mee bezig zijn. Um, en ik denk ook waar de mensen, de beide bedrijven het beste van kennen. Natuurlijk NIO kun je alleen maar kennen van auto's. Tesla is energie een groot onderdeel, wordt een groot onderdeel lijkt het. Maar het is natuurlijk vooral... Bekend als autofabrikant, omdat dat de auto's zijn, de producten zijn die mensen op de weg tegenkomen. Kijken we hier naar de verkoopcijfers, um, of de productieaantallen eigenlijk van vorig jaar, het laatste kwartaal van 2020. Dan zien we dat Tesla bijna net geen 180.000 auto's heeft uh, gemaakt, geleverd, geproduceerd. En aan de rechterkant zien we dat bij NIO dat 17.300 auto's zijn. Dus NIO is echt al een stuk kleiner dan Tesla. Ongeveer 10, 11 keer zo klein zou je kunnen zeggen. Wat betreft uh, verkoopaantallen. De verwachting voor 2020, uh, 2021 moet ik zeggen. Is uh, 720.000 auto's heb ik hier neergezet. Dat is gebaseerd op zeg maar. Uh, wat ze normaal in een week maken. Maal 52 weken. Of 50 weken heb ik gedaan. Dat is in ieder geval dus wat ze. Het, het schema wat ze nu volgen. Het tempo dat ze nu hebben. Al is het natuurlijk wel zo dat Tesla volgend jaar nieuwe fabrieken erbij heeft. Waardoor het waarschijnlijk hoger zal uitvallen. En ook Elon Musk zelf zegt dat het waarschijnlijk tussen de 840 en 1 miljoen auto's zullen zijn. Dan kijken we naar NIO. Uh, ook met de laatste de dag van hun uh, Nio. Uh, Nio Day was het geloof ik dat ze noemde een paar dagen geleden werd wel die nieuwe auto aangekondigd, maar er werd eigenlijk nog weinig gezegd of niets gezegd over welke aantallen ze gaan doen, uh, wat ze te verwachten. Maar kijken we naar wat analisten denken en baseren we ook daar weer van. Kijken we wat ze in uh, bijvoorbeeld in december afgelopen jaar 2020 hebben gedaan, dat waren 7.000 auto's, nou, 7.000 per maand keer 12 met nog een 10% extra erbij. Dan komen we ongeveer op die 96.000 auto's die ik hier heb vermeld. NIO zal dus wat procentueel harder groeien. Maar het is natuurlijk ook een kleiner bedrijf. Maar nog steeds zal het eind volgend jaar ook nog steeds gewoon een tiende zijn van wat Tesla ongeveer is. Maar dit zijn dus gewoon verwachtingen. Daar kunnen we natuurlijk niet al te veel uh, ja, van verwachten, zou ik maar zeggen. Wat we wel zeker weten zijn juist de leveringen, uh, de productieaantallen de afgelopen jaren. Dus hier heb ik een overzicht gemaakt vanuit 2012. Tot en met 2020 in dit geval. En dan zien we Tesla met 2600 auto's beginnen. Het jaar erop 22.500. En ze groeit het door. We zien dat ze een flinke stap maken tussen 2017 en 2018. En die groei wordt eigenlijk best wel goed doorgezet. Want ook in de laatste twee jaar is het gewoon verdubbeld. En het ziet er nou uit dat het ook gewoon dit jaar minstens 50% er wel eens bij zou kunnen komen. Kijken we dan naar Nio. Die zijn dus begonnen in 2018 met 11.500 auto's. 2019 20. En afgelopen jaar dus meer dan verdubbeld naar 44.000 auto's. En pakken we nou daar die verwachtingen bij. En hier heb ik wel een andere verwachting neergezet. Dat is zeg maar het gemiddelde van wat Elon denkt. Tussen die 840 en 1 miljoen auto's. En dat zou het ook maken kunnen hebben met die nieuwe productiecapaciteit die erbij komt. Dan hebben we het dus over 920.000 auto's. Of misschien wel 92.000 auto's. Um, in het geval van Nio of 96.000. Ongeveer in ieder geval dat. En dan zien we eigenlijk hoe ja, ook Nio gewoon flinke stappen maakt. Maar Tesla ook nog steeds. Ondanks dat ze al best wel veel auto's uh, produceren. Een half miljoen. We weten ze toch nog bijna te gaan verdubbelen, is de verwachting volgend jaar. Dus ook juist met dat soort hoge aantallen, is het natuurlijk steeds lastiger om nog meer auto's te maken. En NIO is nog wat kleiner, maar weet wel die stappen te maken. En zal waarschijnlijk dus ook meer dan verdubbelen volgend jaar. En kijken we dan even naar wat de prijzen zijn van deze auto's in China. Dan zien we dat daar de Model X en de Model Y ja, veruit de duurste zijn. Gevolgd door het NIO. Uh, ja, drie plekken van NIO worden dan bezet. En daaronder de Tesla Model 3. Beide bedrijven zijn trouwens te koop als aandeel via de Giro. Dat is het platform dat ik ook gebruik om mijn aandelen te kopen. Ik heb trouwens aandelen in zowel Tesla als een Nio. Beide van deze aandelen zijn te koop via de Giro. Dus mocht je nou jezelf aanmelden, een account openen via die link, dan kost het jou niets extra's. Maar het helpt wel het kanaal, dus dat zou ik erg waarderen. Laten we vervolgens dan even gaan kijken naar de verschillen tussen Tesla en Nio. Want we hebben nu gefocust op auto's en daar blijven we ook op focussen. Maar Ondertussen zullen er toch gewoon best wel ja, flinke verschillen zitten tussen de manier waarop Tesla iets aanpakt of Nio iets aanpakt. Nou, ten eerste hebben we bijvoorbeeld de fabrieken. Tesla heeft fabrieken in eigendom, terwijl Nio juist een joint venture heeft met JAC. Oftewel, Tesla heeft zijn Gigafactories. Uh, op dit moment in Nevada hebben ze natuurlijk al het grootste. Uh, de Gigafactory in Shanghai, waar ze dus auto's produceren. Uh, nu wordt er gewerkt aan de Gigafactory in Berlijn, die denk ik dat het eind van het jaar zo wel eens zou online kunnen komen. En anders eventueel begin volgend jaar komen daar de eerste auto's van de band afrollen. Ook in Texas zijn ze weer een extra Gigafactory in bouw, of misschien zelfs nog wel groter geloof ik dan een Gigafactory. Tesla heeft al flink wat fabrieken, waar nu al veel productie vandaan komt, maar zeker in de toekomst... Uh, komt dan nog veel meer productie en dat hebben ze ook zelf in de hand, juist omdat ze die fabrieken ook zelf een eigendom hebben. Um, en dat is dus bij Nio niet. Nio heeft het idee van de auto, maar het besteedt uiteindelijk het maken van de auto uit. Ik denk wel een ja, uh, belangrijk punt aan de ene kant. Het heeft natuurlijk voordelen voor Tesla. Tesla kan op deze manier, als ze verbeteringen aanbrengen in het proces en daardoor de marges verhogen, kunnen ze daar zelf het grootste voordeel mee hebben, want ja, alles gaat Uiteindelijk richting hun. Uh, bij Nio zal dat niet het geval zijn. Mocht nou de fabriek uiteindelijk beter draaien, uh, efficiënter draaien, dan zal Nio daar maar een klein gedeelte van krijgen. De uh, JAC, het andere bedrijf, zal juist ja, die voordelen voor zichzelf houden. Dus dat is natuurlijk een nadeel voor Nio en een voordeel voor Tesla. Aan de andere kant, op deze manier kan NIO zich wel volledig focussen op het ontwerpen van de auto's. Terwijl juist JEC zich volledig kan focussen op de productie. En op die manier hoeft NIO ook niet zelf een fabriek te bouwen. Kunnen ze al meteen beginnen met auto's bouwen. En kunnen ze ook wel sneller auto's leveren. Dus valt dus aan allebei de dingen wat te zeggen. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik beide van deze punten telkens ga genoemen. Wat zijn de verschillen? En ik probeer niet aan het ene voordeel of nadeel te hangen. Dat is eigenlijk aan jou om te bekijken van wat vind ik interessanter... ...of in ieder geval iets om mee te nemen in je overtuiging, in je beslissingsproces... ...om een aandeel eventueel te kopen. Wat we zagen bij de fabrieken, zien we eigenlijk ook bij de accu's terugkomen. Tesla ontwikkelt zelf eigenlijk de techniek, heeft ook verschillende overnames daarvoor gedaan... ...en trouwens ook voor de fabrieken hebben ze bedrijven overgenomen die juiste machines maakten. Een Duits bedrijf en ook inmiddels Mercedes zegt al... We merken nu, we hebben daar last van, want dat bedrijf werkt nu niet meer met ons samen. Nou, dat hebben we dus ook bij accupakketten of bij de batterijen. Daar werkt uh, Tesla ontwikkelt het zelf, doet heel veel aan de techniek, maar werkt samen met Panasonic om juist die batterijen te maken. Ik geloof ook dat ze met CATL uh, samenwerken, zeker nu de productie omhoog moet. En dat is het bedrijf dat er ook Nio mee samenwerkt. En Nio koopt er eigenlijk gewoon de batterijen of de pakketten in die ze gebruiken in hun auto's. Een derde verschil is de software. Tesla heeft Autopilot, dat werkt op eigen software en eigen hardware via camera's. En Nio heeft Nio Pilot, dat werkt op Mobile Eye Software, dat is volgens mij een bedrijf uh, van Intel. En Nvidia Hardware, en dat maakt dan juist weer gebruik van LiDAR, dus laserbeelden in plaats van camerabeelden. Al heeft de laatste auto van Nio ook wel weer camera's, dus ik denk dat het een beetje allebei de kant op gaat. Maar ook daar zien we weer dat Nio gebruik maakt van producten die al in de markt zijn. Terwijl Tesla vaak zelf die producten ontwerpt. Omdat ze ja, andere eisen hebben misschien. Uiteindelijk meer marge maken. Het zal misschien langer duren. Maar op, denk op de lange termijn is het voor een bedrijf als Tesla interessanter. Aan de andere kant zoals gezegd Nio kan op deze manier natuurlijk wel sneller beginnen. En deze technieken ook toepassen. Kijken we naar het vierde punt. Het vierde verschil. Dat zit hem eigenlijk bij het accu's laden. Tesla heeft natuurlijk een eigen netwerk van superchargers. Dat zijn er meer dan 200 in China. En ik denk dat iedereen altijd ergens al een keer een supercharger heeft zien staan. Kun je best wel snel je auto opladen. En anders heb je natuurlijk altijd of thuis een lader of op het werk bijvoorbeeld. Nio ja, doet dat iets anders. Ik denk dat ook heeft te maken met dat in China misschien minder mensen de ruimte hebben... om thuis een auto neer te zetten en dus op te laden. Want Nio zet nu juist heel erg in op battery as a service... Dat wil zeggen, dan kun je eigenlijk de auto kopen zonder batterij. En de batterij, het accupakket, dat kun je dan zeg maar huren of leasen voor ongeveer 150 euro in de maand. Dat zorgt er dan weer voor, natuurlijk, dat ten eerste de prijs van de auto goedkoper is. Want de batterijpakket is meestal het duurste. Ik geloof dat het bij NIO ongeveer 10.000 dollar kost. En ik geloof ook bij Tesla vaak trouwens. Uh, best wel een groot en belangrijk onderdeel van de kosten van een auto, dus dat kun je op die manier maak je de aanschafprijs goedkoper en doe je de accupakket in de vorm van huur. Uh, maar op die manier kun je ook bij Nio dus ergens naartoe rijden. Um, daar wordt je auto uh, wordt nu nog in zo'n soort ja, zo cabine gereden. Uh, daar wordt de accu verwisseld, maar in de toekomst gaat dat automatisch. Dan kun je zelf je auto dan neerzetten, wordt je accu in een paar minuten tijd gewisseld en heb je ten eerste of weer een volle accu. Of sowieso een vollere accu. Maar je kunt er ook voor kiezen om juist een grotere accu eigenlijk te laten plaatsen met meer bereik. Dat mocht je op vakantie willen of heb je een lange trip. Of misschien niet de tijd om tussendoor iets te doen. Dan heb je natuurlijk wel extra kilometers. Dus dat maakt het wel heel erg makkelijk. Ik geloof dat in China ongeveer twee derde van de mensen hiervoor kiest. Um, het is ook iets wat Tesla heeft geprobeerd in 2013 geloof ik. Maar dat hebben ze dan weer in Amerika getest. En daar heeft iedereen een oprit. En ook helemaal niet de behoefte. Ze willen het eigendom van die accu hebben. Maar misschien dat het er al juist eigenlijk allebei kan werken. Het ene juist in China en het andere misschien juist in de rest van de wereld. En dat is ook een groot verschil. laatste punt, eigenlijk de geografie. Tesla heeft, of is in ieder geval bezig met gigafactories in de VS, in China en in Duitsland. Um, en dat zijn ook ja, eigenlijk de belangrijke plekken waar Tesla auto's verkoopt. De Verenigde Staten, China is een heel belangrijke markt natuurlijk, maar ook Europa. En we zien eigenlijk dat Nio alleen produceert in China. Zij werken samen met JEC en die fabriek staat in China, in Shanghai. Um, Nio wilde eigenlijk wel naar Amerika, maar dat is gewoon heel erg lastig. Juist nu vanwege de spanningen tussen Amerika en de VS. En het lijkt er dan wel weer op dat Nio juist ergens in dit jaar uh, richting Europa komt. Misschien wel Nederland als een van de eerste landen of Noorwegen. Landen waar gewoon EV's heel aantrekkelijk zijn, heel erg in trek zijn. Uh, dus het zou kunnen dat aan het einde van het jaar Europa dus ook wel uh, geleverd gaat worden door Nio. Maar ik denk wel dat dus Tesla en meer fabrieken heeft en meer landen waar zij auto's uiteindelijk aan klanten leveren. En voordat we verder gaan met de video, wil ik je vragen van: vind je nou een leuke, interessante video? Geef dan even een duimpje omhoog ten eerste. Maar reageer eventueel ook onder de video. Heb je tips, heb je suggesties of andere feedback? Laat dat weten in de reacties onder de video. En abonneer eventueel ook op het kanaal. Dan mis je nooit meer een video. Ik maak elke week drie video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen, of passief inkomen. En klik op het bel icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. Gaan we dan nog even door naar de koersen en het volume van Tesla? Um, ja, niet alleen Tesla trouwens, ook Nio, ook daar weer een vergelijking maken. Pakken we het aandeel Tesla erbij met tickersymbool TSLA? Uh, de koers vanmiddag of gisteren moet ik zeggen, omdat je deze video uitkomt is natuurlijk gisteren, um, toen was het zeg maar 860 dollar, dat was 970% in de plus in het afgelopen jaar. Het gemiddelde volume van Tesla op een dag is zo'n 43,5 miljoen aandelen dat er worden gekocht en verkocht. En 6% van de aandelen wordt geshort. Dus ja, uh, redelijke positie van mensen die denken het is zo hoog, dit is niet houdbaar. Ik ga inzetten uh, eigenlijk een soort van weddenschap aan van de prijs gaat dalen. En als ze gelijk hebben, verdienen ze daar hun geld mee. Wat analisten denken... Is dat Tesla een gemiddelde prijs zou moeten hebben van 534 dollar. En de laagste koers die wordt aangegeven is 40 dollar. De hoogste is 900 dollar. En juist die 900 zijn van banken die echt recent nog een nieuwe analyse hebben gemaakt en een nieuw koersdoel hebben gezegd. Maar kijken we dus naar het gemiddelde koersdoel. Dan is daar een downside van 38% ten opzichte van de huidige koers. Kijken we dan naar Nio. NIO met tikkersymbool NIO. Uh, heel erg simpel, maar wel heel erg toepasselijk, natuurlijk. Uh, de koers was gisteren dus rond de 63 dollar. Dat is 1584% in de plus in de afgelopen 12 maanden. Uh, juist ook wel omdat het, zoals gezegd, begin 2020 niet zo heel goed ging. En juist de Chinese overheid is nog moeten bijspringen. Het gemiddelde volume, dat is echt wat me opvalt: 180 miljoen aandelen op een dag je ziet ook regelmatig dat er wel pieken zijn, zodat het met een, ja, meer dan 500 miljoen aandelen op een dag verhandeld worden. Dus heel erg veel uh, ja, interesse natuurlijk in het aandeel. Aan de ene kant om te kopen, tegelijkertijd natuurlijk aan de andere kant verkoopt ook iemand een aandeel dan. Um, en ik denk ook wel juist doordat de koers wat lager is, dat het voor veel mensen uh, interessanter is en ook makkelijker is om één aandeel te kopen, om meerdere aandelen te kopen. Want dat is natuurlijk iets anders met Tesla. Met nu dus 800 dollar voor een aandeel of meer dan 800 dollar. En ook net zoals bij Tesla zien we bij Nio 6,5% short interest. Oftewel, ja, dus wel een redelijke positie waarvan mensen denken: van dit is te hoog gewaardeerd. Um, ik denk dat het in de komende tijd omlaag gaat. Wat analisten denken, dat is gemiddeld 56 dollar als koersdoel. En dat is dus het doel over de komende 12 maanden. Dus daar zitten we nu al boven. Maar daar ook zien we de range van 30 dollar op het laagste eind. Tot 75 dollar, wat analisten denken. die het tot hoger inschatten. En dat is dus het gemiddelde ligt zo'n 11% um, ja, downside. lager dan wat het nu is. Maar ik denk dat het wel aan de ene kant. dus ook wel weer redelijk geanalyseerd is. of redelijk geprijsd is. Dat er misschien de komende tijd wel wat meer analyses komen. Al is het bij NIO iets lastiger. omdat ze wat minder bekend maken. Ook misschien ook wel omdat ze niet alles zelf in de hand hebben... ...dus iets minder goede inschatting kunnen maken of willen maken. En daarmee komen we aan bij de conclusie of eigenlijk de samenvatting van deze video... ...Tesla versus Nio. Nou, aan de linkerkant Tesla. Tesla is vele malen groter dus dan Nio, ook eerder begonnen. En ondanks dat ze dus groter zijn, blijft de productie nog hard toenemen. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat dit jaar dus eigenlijk verdubbelt... ...ten opzichte van vorig jaar, terwijl het eigenlijk om best wel grote aantallen gaat... Niet vergeleken met Toyota of Volkswagen, wat ze altijd roepen. Maar wel gewoon voor een klein ev bedrijf zijn er best wel grote aantallen. En hebben ze het ook wel best snel bereikt. En dus ook nog steeds een stijgende lijn. Komt ook, denk ik wel, omdat ze veel in eigen hand hebben. De grondstoffen gaan ze steeds meer zelf op focussen. Juist omdat uh, accu's maken, batterijen maken. misschien wel de beperkende factor wordt de komende tijd. Nou, als je dus zelf die fabrieken hebt en zelf de grondstoffen. Heb je zelf in de hand uh, wat je kunt maken? Dan ben je niet meer afhankelijk van een andere partij. Dat is heel erg interessant. En zoals gezegd, dat geldt ook voor software en dat soort dingen bij Tesla. Tesla is dus eigenlijk wereldwijd. Ze verkopen ook in China, uh, maar ook dus in Amerika. En ze zijn trouwens zelfstandig in China. Uh, het eerste grote fabriek in China, die zonder hulp van de overheid of een samenwerking met een Chinees bedrijf daar dus kan werken. En dat is denk ik wel ook wel iets om mee te nemen. Kijken we nou juist naar Nio, dan zien we dat hij juist een snelle start heeft gemaakt. We zien uh, best wel flinke groei de afgelopen jaren. En ook hier zal de productie nog hard toenemen, want de vraag is er gewoon. En juist omdat ze gebruik maken van die partners, kunnen ze misschien ook wel snel opschalen. Um, er zijn heel veel systemen, fabrieken zijn, al, ja, zijn er al. Er kunnen gewoon auto's gemaakt worden. Houdt natuurlijk wel in dat je ook afhankelijk bent van die partners. Zoals we zeggen, um, batterijen en dat soort dingen... Is gewoon heel erg belangrijk. Uh, je kunt maar zoveel batterijen maken. En dan moet Nio dus zorgen dat zij daar een gedeelte van krijgen. Tesla heeft het zelf in de hand. Nio moet dat onderhandelen bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk voor alle onderdelen van de auto, hebben we gezien. Dus dat geldt niet alleen voor het in elkaar zetten van de auto, het accupakket, uh, de software misschien wel, uh, de camera systemen. Dus NIO is daarin veel afhankelijker van anderen. Nio heeft dan juist wel weer de focus op China. Juist omdat ze daar gevestigd zijn, daar begonnen zijn. Maar het lijkt er dus op dat ze in 2021 in ieder geval naar Europa willen komen. Er zijn wat vacatures. Het lijkt erop dat ze misschien wel hier willen gaan verkopen. Of dat dan in 2021 is of misschien 2022. Dat weet ik niet. Maar ja, we zien het in ieder geval wel gebeuren de komende tijd. Niet naar Amerika. Zoals ik juist heb gezegd, van, ja, vanwege de spanningen lijkt het niet dat Nio makkelijk auto's zal gaan verkopen. In Amerika en zeker ook niet vanwege de importtarieven. Dan wordt een auto in één keer 30% duurder en is het helemaal niet interessant ten opzichte van een Tesla. Dus ja, dat is gewoon een heel kleine kans dat ze daar komen. Juist dus omdat ze gesteund zijn door de Chinese overheid. En dat nu nog wel redelijk gevoelig ligt, laten we het zo maar zeggen. En ik hoop dan dat dit jou geholpen heeft om een wat beter beeld te krijgen tussen de verschillen en misschien ook wel overeenkomsten tussen Tesla en Nio. En dat het ook een basis vormt waar we in de toekomst op door kunnen gaan op deze informatie. Uh, mocht je nou een van deze twee aandelen dus willen kopen of Tesla, of NIO, of andere aandelen ik gebruik daarvoor de Giro. En zoals gezegd, een link daarvan vind je onder deze video terug. Dan kun je makkelijk en eenvoudig een account openen en kun je ook. Vrijwel direct beginnen met, de, met je aankoop van je eerste aandeel, misschien wel. En daarmee zijn we aan het einde komen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Heb je nou nog suggesties, tips, feedback? Laat dat weten in de reacties onder deze video. Dat ik dat mee kan nemen in volgende video's. Of misschien wel om andere mensen, andere kijkers te helpen op die manier. Uh, vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Zodat ik weet welk onderwerpen jullie leuk vinden, kan ik meer van dit soort video's maken? En je helpt het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passieve inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.